Yo mensen, leuk dat je kijkt naar deze speciale video. Dit is de 100 abonnees special. Het begon allemaal met dit random filmpje over een zeehond. Ik moest een filmpje maken, dus we hebben maar een zeehond gekozen. Toen ben ik overgegaan naar Clash Royale. Mijn broer editte alles en ja, ik vond het gewoon leuk om Clash Royale te uploaden. Ik was op dat moment 10, 11 jaar, denk ik, 11 jaar. Maar ik vond het veel leuker om uiteindelijk onafhankelijk dingen te uploaden. Vandaar dat de nieuwe serie Top 3'tjes eruit gekomen is. De top 3 hoogste gebouw was de populairste daarvan. De top 3'tjes kon je gewoon heel simpel maken. Ik nam dan een screenshot van een gebouw, knipte het uit. En dan had ik zo een top 3'tje. Toen ben ik even gestopt met YouTube. Maar alles ging goed, want Brawl Stars kwam uit. Ik vond het zo leuk. Zo'n leuk concept, dat ik meteen dacht, hier moet ik een video over maken. Het was een video voor de toentertijd nieuwe knokker Rosa. Ik vond Brawl Stars toen al vet. Maar ik besloot er niet veel filmpjes over te maken, omdat ik kreeg één keer 100 views, maar daarna maakte ik een filmpje en dat haalde 6 views. En ik had gewoon iets minder tijd en iets minder zin erin. Dus toen ben ik gewoon even gestopt. Ik ben daarna gewoon weer overgestapt naar Clash Royale, want toen de tijd werd dat weer even populair. Ja, het is altijd een beetje tussen de twee, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale. Dus dit is Clash Royale. Dit was denk ik de leukste video, dat was een gebouwendek, een deck met alleen maar gebouwen. En toen quitte mijn teammate. Het was wel een mooie video. Trouwens, nu komt even de OG intro. Bij 15 likes komt die terug, oké? Okay? Dus jullie 15 likes smashen. Dan krijgen we deze intro terug. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar toen begonnen mijn echte eerste successen. Dat was met deze video. Hoe krijg je Leon? Dat was een video waarin ik Leon uitlegde hoe ik Leon had gekregen. Of hoe ik per ongeluk Leon had gekregen. En die video was blijkbaar populair. Of eigenlijk was hij niet populair. Toen ik hem uploadde had hij 0 views. Maar 5, 6 maanden later opeens keek ik weer en toen had hij 400 views. Ik had helemaal niet gekeken die tijd. Maar ik had er zoveel zin in. Ik heb meteen besloten om weer YouTube filmpjes te gaan maken. En zo ook een maand later begon ik weer met één filmpje. Wat, ja, het was middelmatig, maar content is content. Op dat moment kwam het virus uit. Jammer genoeg, vind ik. Maar daardoor ontstond er wel meer tijd voor mij om dingen, filmpjes te maken. Dus ben ik weer begonnen met uploaden. En nu zijn we hier. 100 abonnees. 120 eigenlijk. Het gaat echt heel hard. Ik wil jullie daarvoor zeker bedanken. En nu over naar het speciale gedeelte. Dus speciaal voor de 100 abonnees heb ik geprobeerd zoveel mogelijk van jullie op te schrijven op mijn whiteboard. Ik heb denk ik niet alle 100, gewoon omdat sommige mensen hun profiel privé hebben, waardoor ik niet kan zien wat hun naam is. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk mensen op te schrijven. Speciale dank bedankt aan jou, Tiberius. Jij bent Sammy Boer, jij was al een van de eerste subscribers. En er staat hier ook nog veel meer. Ik heb denk ik een stuk of 40 abonnees van de 120. Stel, je ziet jouw naam niet op dit whiteboard, kijk maar goed. Schrijf dan in de comments je naam, dan kom je binnenkort in de video, oké? Nou, echt bedankt voor de 100 abonnees. En mijn doel is om 1000 abonnees te halen voor het einde van dit jaar.